Ja, want vandaag is er een heel belangrijk debat in Den Haag. Een debat waarbij Mark Rutte het wel eens heel erg zwaar kan gaan krijgen. Er wordt gepraat over de plannen voor mensen met een arbeidsbeperking. En ik denk dat Rutte peentjes zweet. In de nieuwe plannen worden mensen betaald naar productiviteit, soms zelfs onder het minimumloon. En ik denk dat iemand met de geheugenproblemen van Mark Rutte, die toch aan het werk wil als premier, onder de nieuwe regels uit gaat komen op hooguit 30% van het minimumloon. Hetgeen overigens wel gewoon netjes tot 100% zal worden aangevuld door Shell. En ik denk dat Mark Rutte niet de enige politicus is die qua productiviteit een beetje achter zou blijven. Ik heb gisteren geprobeerd het debat over de dividendbelasting te bekijken, maar ik kwam terecht in een Drosteaans spiegelpaleis van filosofische beschouwingen over memo's en zijtafeltjes en het menselijk geheugen. Mijn favoriete quote die de waanzin van het hele debat mooi samenvat staat op naam van Gert-Jan Segers. De premier, als ik me goed herinner, en dan heb ik het weer over mijn herinneringen, sprak over zijn herinneringen. Zoals ik over mijn herinneringen heb gesproken, waarvan ik net zei, ik had daar niet over moeten beginnen. En ik zou hier dolgraag nog een grap over maken, maar het gaat niet meer. Ik kom er niet meer overheen. Ik zou Gert-Jan Segers en al zijn collega's die gisteren aan het woord waren dan ook vriendelijk willen verzoeken namens de gehele beroepsgroep zich niet langer op het terrein van de satire te begeven. Dit is geen debat meer, dit is broodroof. En het ergste is nog, intussen komt de derde kabinet Unilever er wel vrolijk mee weg. Want eigenlijk doet het er niet eens toe of Rutte zich die memo wel of niet kon herinneren. In de memo stond, het is een slecht idee, dus er zijn twee opties. Of hij besloot de dividendbelasting af te schaffen omdat hij vergeten was dat het een slecht idee is. Of hij besloot de dividendbelasting af te schaffen terwijl die wist dat het een slecht idee is. En beide gevallen lijken me ongeveer even droevig. Dat is nog het meest frustrerende. We weten nog steeds niet officieel waarom die dividendbelasting nou toch moet worden afgeschaft. En wat Mark Rutte betreft blijft dat ook zo. Want hij wil in zijn eigen woorden de vertrouwensrelatie en het proces niet verstoren. Hij zei letterlijk, het maakt ons functioneren onmogelijk als je over ieder contact dat je hebt openlijk bevraagd kan worden. En gisteravond ook nog, we moeten waken voor te veel openheid. Je vraagt je af, wat denkt Mark Rutte dan precies dat zijn werk is? Hij is premier van een democratisch land. Beslissingen nemen waarover je openlijk bevraagd kan worden is zo ongeveer zijn hele fucking functieomschrijving. Wat is er mis met openheid? Dat wij weten welke informatie ze hebben en dat wij dan kunnen zien hoe ze tot een besluit zijn gekomen. Dat lijkt mij heel gezond voor het vertrouwen in de politiek. Want nu ga ik me juist afvragen, wat gebeuren er dan voor stiekem dingen in die formatiebesprekingen? Is het dan echt zo erg dat het geheim moet blijven? Heeft Alexander Pechtold zijn linker nier verkocht zodat de donorwet erdoor kwam? Heeft Gert-Jan Segers Satan op zijn rechterbil getatoeëerd om tot een compromis te kunnen komen? Heeft Sybrand Buma een Syriëganger in zijn schuurtje? En heeft de VVD beloofd dat stil te houden in ruil voor de dividendbelasting en natuurlijk het zwijgen over de communistische sympathieën van Klaas Dijkhoff? In elk geval kunnen we na het zoveelste debat waar Rutte zich doorheen heeft gesjoemeld wel vaststellen, deze man blijft voor eeuwig premier. We gaan er nooit van afkomen. Mark Rutte heeft het spel dat politiek heet helemaal uitgespeeld. Hij kan straks de verkiezingen verliezen en dan nog zich die verkiezingen. Ik kan me bij mijn beste weten geen uitslag herinneren, maar ik ga mijn ambtenaren daar zeker naar laten kijken, al zal die uitslag dan natuurlijk niet openbaar kunnen worden, want dat zou mijn functioneren onmogelijk maken. Het maakt niks meer uit. Hij kan betrapt worden terwijl hij in een Russisch hotel over een prostituee heen plassend de grondwet staat te verscheuren. En een dag later zal hij in de Kamer toegeven dat er inderdaad fouten zijn gemaakt en dat hij zich verantwoordelijk voelt en dat daarom de minister van Buitenlandse Zaken af zal treden. Want die had het hotel geboekt.